Goedemiddag. Het was vorig jaar op een hele warme, zonnige dag dat ik met hoofdpijn wakker werd. En ik baalde, want ik wilde natuurlijk liever naar buiten. En toen ik in mijn bed lag, toen dacht ik gelukkig aan de wilg. De wilg is een natuurlijke pijnstiller. Het allereerste aspirintje is nagemaakt van een bestanddeel uit de wilg. En het heeft een pijnstillende werking, een koortsverlagende en een bloedverdunnende werking. En ontstekingsremmend. En gelukkig had ik de willige tinctuur had ik in huis. En toen heb ik een theelepeltje ervan in een glas water gedaan. En dat heb ik opgedronken. En gelukkig verdween mijn hoofdpijn echt heel erg snel. Nu is hoofdpijn wel een hele lastige klacht om met kruiden te behandelen. Want elke soort hoofdpijn heeft weer een andere oorzaak. En in mijn geval denk ik dat ik toen hoofdpijn had omdat ik die dag ervoor veel te weinig gedronken had. Maar het kan ook zijn bij een andere oorzaak dat het niet werkt. Maar in mijn geval werkte het gelukkig wel. En ik was toen zo blij. Ik dacht, ik ga aan mijn collega Marie Foelkel vragen of ze met mij samen aandacht aan de wilg wil schenken. Want Marie die weet zoveel over kruiden, uit haar hoofd allemaal. En zij vertelt ook allerlei dingen die gewoon nog nergens staan beschreven. Nou, er zijn meerdere soorten wilg en in principe mag je van allemaal gebruik maken. Je hebt de lagere willige soorten, zoals waar ik hier op zit. Maar je hebt ook de schietwillig, die kan minstens 25 meter hoog worden. En die groeit ook 3 meter per jaar ongeveer. En het bijzondere aan de willig is dat je onbeperkt hout van de boom af kan halen en hij lijdt daar niet onder. En dat hout is heel zacht. Het wordt onder andere gebruikt bij het maken van speelgoed en klompen bijvoorbeeld. En die dunne twijgen, die zijn heel flexibel en daar worden bijvoorbeeld manden van gevlochten of hekwerken en dergelijke. Nou, Marie gaat jullie straks eerst heel veel over de wilg vertellen en ik zie jullie straks nog een keer terug. De wilg, een van de bekendste bomen in Nederland, die overal langs het water, langs de rivieren, liefst geknot, zoals je in het vroege voorjaar stapels vol met wilgen takken kunt vinden. De wilg, waar je ontzettend veel leuke dingen mee kunt doen en vooral nuttige dingen. Voor kinderen leren we in het vroege voorjaar, als de takken beginnen te ontspruiten, dan begint de plant altijd met de katjes. En die katjes die er zacht en pluizig uitzien, die noemen wij dan, dat is de asprintjesboom. Dat is wel heel erg leuk en lieflijk om voor kinderen die nog wel eens buikpijn hebben, om daar een thee van te zetten. Deze boom, die verleden jaar een kopje kleiner gemaakt is, omdat er een reden voor was dat dat moest, dan zie je de geweldige vitaliteit en levenskracht, terwijl de kop eruit gehaald is, dat aan alle kanten de takken weer naar buiten komen en ontspruiten. Dus die vitaliteit, dat zegt ook iets over de energie die er in zo'n plant zit. Maar al die wilgen, ook de boswilg, die hebben die ontstekingremmende eigenschappen. En er zit een geweldige hoeveelheid mineralen, zouten en sporenelementen in. Ja, en dan hebben we het in Nederland, een waterrijk land met heel veel wilgen. En ook ziekten die horen bij en kou, en nat en dampig klimaat. Zoals de reumatoïde klachten. En die reumatoïde klachten die eindigen op itis, hebben dikwijls iets te maken met de verzuring van ons lichaam, de verstijving en de kou van het klimaat. En daarbij is de wilg natuurlijk een van de mooie hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om ontstekingen tegen te gaan, dus alles wat eindigt op itis. Beursitis, pleuritis, tinnitus. Als ik het woord uitspreek, dan voel ik de pijn eigenlijk al. Maar zowel compressen,
Een compresse is niets anders dan een vochtige lap op een pijnlijke plek. Dus reumatoïde klachten beginnen vaak in de extreme delen, de handen en de voeten. Doordat handen bijvoorbeeld bij pijn in een chirurgenhandschoen of een benzinepomphandschoen met een beetje tinctuur een tijdje op te sluiten. Daardoor ontzuur je de gewrichten en dat is de pijn, ureum, urinezuur, die afgevoerd wordt door het lichaamssterkte doorbloeden en de ontsteking te remmen. En daar is de willig bij uitstek onze beste vriend van. Je kunt ook van de bast, zoals je hier ziet, daar zit acetylsalicylzuur in. En dat is de ontstekingremmende werking die het heeft. Die bast kunnen we er afhalen, dan drogen. En de rest van de winter hebben we een fantastische ontstekingremmende thee of een product waar we iets mee kunnen. Je ziet hier de thee. Dat was de thee. Je ziet de thee. En wat ik nu laat vallen. Langs de oevers van de Nijl vandaan, wilgenwater. Waarom drinken die mensen dat? En ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want als jij in een land als Egypte woont, waar de temperatuur heel hoog is, behalve langs de Nijl, een vochtig gebied, maar je zou je hoofdpijn willen verlichten, zie je op het flesje staan dat wilgenwater goed is als je een verfrissende dronk wil hebben. Wilgenwater, dat is een variatie natuurlijk op de thee. Thee is gekookt water waar je dan een aftreksel van maakt. Dat wordt ook donkerder. Maar door de wilgenbast, deze prachtige lichtgroene bast, te destilleren. Daar heb je wel een destilleerapparaat voor nodig. Hoewel, 50 jaar geleden had ik een slangetje aan de tuit van de ketel en dan stoomde ik ook. En op die manier wist ik met hele primitieve apparatuur zelf ook nog gedestilleerd water binnen te krijgen. Maar doordat het gedestilleerd is, is het ook heel lang houdbaar en daarna afgesloten. Als je hoofdpijn hebt, bij hoofdpijn is de willig uitstek, bij uitstek iets om daar een thee van te zetten. Zoals ik hier een wilgenthee heb, ook weer van de bast van de willig gemaakt. Belangrijk is hoe harder de delen zijn, hoe hoger de temperatuur om het eruit te halen kan zijn. In dit geval de wilgenbast, die is behoorlijk hard, maar vooral als je hem vers hebt, dan is het minder hard dan wanneer je het hout zelf gebruiken, zou kunnen gebruiken. En dit is prima te drogen, die wilgenbast. En daar zet je thee van en bij thee weer met kokend water. Hoewel we bij de meeste kruidentheesoorten, waar de blaadjes niet zo hard van zijn, we gekookt water nemen. Dus water wat op 70, 80 graden is en dan pas de kruiden erin. Maar bij de wilg, bij houtachtige delen, dan mag het echt vol de energie en kokend water erop. En de smaak, daar zit natuurlijk dat acetylsalicylzuur in. En die zuren, het woord zegt het al, soms kan de maag het niet heel erg goed verdragen. Dan kun je dat zachter maken door er iets honing of zoet hout bij te doen. Of een mix met slijmstof houdende kruiden.
los van de thee en de tinctuur, is het ook fantastisch om ermee te stomen. Dus de kokend heet water erover te doen, in een schaaltje waar je met je hoofd boven gaat en de lucht inademt van de willig die dampend in een bakje zit of ligt. Die zet je even op een klein vaccinelichtje, grote handdoek over je hoofd, zodat je de stoom inhaleert. En zo werk je dan van binnen en van buiten. Ik krijg nog wel eens een vraag van iets wat er niet helemaal oké is met dieren. Bijvoorbeeld varkentjes, knorrenpotten. En of ik daar een remedie voor weet. En dikwijls is het zo dat wat je in je tuin kunt vinden en wat je in de natuur kunt vinden, dat kun je gewoon bij de knorrenpotten in het hok gooien. En die zitten daar volop van te genieten. En heel veel onbalans in een dierenwereld gaan daar ook van over. In de natuur is het zelfs zo dat de dieren altijd de schors en de knoppen van de takken afknabbelen. Ga maar eens op de Hoge Veluwe kijken, waar ik regelmatig kom. Dan zie je dus dat de jonge knoppen en de jonge blaadjes van bepaalde planten, die worden echt helemaal opgegeten. De willig die niet zozeer op de droge grond, maar vooral bij het water en bij het nat vindt. Maar als een koe erbij kan komen bij een willig, dan wordt die tot op rijkhoogte waar een koe bij kan, wordt die helemaal opgegeten. En ze genieten daar optimaal van. En dan moet dat ook wel in de boerenmelk zitten, denk ik. Van de willig weten we, als we papegaaien hebben, dat die papegaaien altijd wilgetakken in de kooi willen, omdat ze zichzelf daarmee desinfecteren en het ook heel erg lekker vinden. En je ziet van heel veel dieren in de natuur, die knabbelen die dingen waarvan ze intuïtief weten dat ze het nodig hebben. En dat zou helemaal niet verkeerd zijn om onze intuïtie eens een flinke boost te geven en te zeggen, er staan zoveel bomen om me heen, wat kan dit voor mij betekenen? De oude gebruiken, ancient knowledge, dat is dat dieren geslagen werden met twijgen van hout wat vitaliserend werkte. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want als je planten zoals de willig, waar een geweldige energie en levenskracht in zit, gaat gebruiken om symbolisch als ritueel de dieren mee te slaan, dan kun je bedenken door het te slaan op de huid dat de doorbloeding bevorderd wordt. Wij kennen dit gebruik ook van het slaan met brandnetels bij reuma. Maar de aanvoerstoffen worden daardoor aangevoerd en de afvalstoffen, de doorbloeding, de afvalstoffen worden daardoor afgevoerd. En door het afvoeren van afvalstoffen, dat is nu net de grap, dat er geen afvalstoffen stapelen in het lichaam, waardoor er negatieve effecten kunnen optreden. Ja, een van de mooiste verhalen over de willig die je kunt vertellen, dat als in Nederland de mensen riet gingen snijden en dan met tot hun middel in het water stonden, en tot je middel in het water, en het water is altijd dezelfde temperatuur, gewoon heel koud, dan ben je gevoelig voor blaasontsteking. Blaas, nieren en het hele onderkantje. En wat deden die verstandige rietsnijders dan? Daar stonden ook altijd wilgen in het water. En die kauwden op de wilgenbast. En zie daar, geen blaas- en nierontsteking. En dit is een van de ultieme medicijnen uit de natuur. Zo oud als de wereld is in dit waterlandje. Marie heeft al heel veel verteld over de willig.
Ik ga het nog een beetje samenvatten en een klein beetje aanvullen. Want die pijnstillende werking, die werd vroeger ook gebruikt door vrouwen die aan het bevallen waren. Dan kauwden ze op een stukje van die wilgenbast en zo ervaarden ze die pijnstillende werking. Maar ik ken bijvoorbeeld ook iemand die onlangs geopereerd was en mij een berichtje stuurde. Waarin diegene schreef, ik heb mijn pijn alleen maar bestreden met de willig. En die had de wilgenbast gedroogd en vermalen tot poeder. En dat ingenomen tegen de pijn. En dat had hartstikke goed geholpen. Nou, daarnaast staat de wilg bekend als een echt nierenkruid. Hij activeert de nieren. Hij zorgt ervoor dat overtollige zuren en vocht het lichaam verlaten. Afvalstoffen ook. En daarom wordt de wilgenboom ook gezien als een bloedreiniger. Ook wordt het gebruikt bij verkoudheid en bij koorts en griep. En bij koorts is het bijzondere van de wilg dat hij de koorts niet zal onderdrukken. Want koorts heeft natuurlijk een functie. Maar wat de wilg doet is eigenlijk de huid openzetten, waardoor je meer gaat transpireren. En de nieren gaan harder werken. En dan raakt het lichaam de warmte kwijt via transpiratie en via de urine. Nou, de wilg heeft in het voorjaar de hoogste concentratie aan geneeskrachtige stofjes. En die zitten dan in de bast. En daarnaast kun je, je kunt thee maken dan van de bast. Maar je kunt ook thee maken van de katjes of van de mooie bladeren. En in plaats van thee maken kun je ook op alle onderdelen kauwen. En dan de sappen inslikken en dan de pulp, die spuug je uiteindelijk weer uit. Zelf droog ik ook altijd wat wilgenbladeren en ik vind het altijd heel erg lekker ruiken. De dagen van, nou ja, geplukt totdat het droog is. Dan gaat het zo lekker ruiken en dan smaakt de thee ook nog veel lekkerder als dat je hem echt gedroogd of vers gebruikt. Dus die periode vind ik ook altijd wel heel bijzonder. Nou, de naam, de Latijnse naam Salix betekent dicht bij het water. Want de wilg is een boom die het liefst bij het water staat. En we kennen natuurlijk het spreekwoord aan de wilgen hangen. Dat betekent afscheid nemen van iets. Voor deze video laat ik het hierbij. Ik zie jullie graag weer een andere keer terug. En ik hoop dat jullie het interessant vonden om meer over de geheimen van de wilg te weten te komen.